Het kunst- en cultuurbureau Lisibeti start in maart met een groot toonkunstevenement. Het Piano Festival Paramaribo 2020. Op een vandaag gehouden persconferentie is aangegeven dat er in dit kader diverse evenementen op verschillende locaties zullen worden ontplooid. Moraya Leisner, productiemanager van het festival, zegt dat er iedere zondag optredens zullen zijn van muziekstudenten. Daarnaast zullen er ook filmavonden zijn. Lisbeth Perotti, initiatiefnemer van het festival, zegt dat behalve de muziekoptredens ook het verhaal achter de toonkunst benadrukt zal worden tijdens dit festival. Op zaterdag 21 maart hebben we het diner pianoconcert. Basclevia Park met openluchtpodium. En diezelfde ochtend in het kathedraal ook een pianoconcert. Woensdag 25 maart is een dag voor het grote festival. We hebben presentatieresultaten van het pianoseminar. Maar er wordt ook het verhaal verteld van de toonkunst van Suriname. En verhalen over hele grote pianisten uit de geschiedenis. Hele mooie verhalen. Maar zo ook hebben we dus de rode piano at the Hub in Flora A. Dat is een goede rode piano. Die we bij de Hub plaatsen, dat is in het centrum van Flora A, waar we workshops hebben, een jam session en special guests. Maar dan muzikanten uit de populaire muziek. Dancehall, pianisten. Eigenlijk spelen ze altijd op een keyboard. Maar op die dag vragen we ze om op die rode piano dat deel te doen. Perotti zegt verder dat tijdens dit festival ook pianolessen gegeven zullen worden. Speciaal daarvoor zal er een jazzmodule geïntroduceerd worden. En daar gaan we met name Andrew Apollos gaan we in samenwerking met het Herbie Hancock Institute for Jazz gaan we een module schrijven voor docenten en daarmee mogelijkheid bieden om piano te leren spelen vanaf jongs af, maar dat gebaseerd op jazzfilosofie. Dat is, nog een heel belangrijk ding, is de masterclass Music and Technology, waar we onze masterpianist Sonny Koublal voor hebben gevraagd. Die zal een masterclass verzorgen, ook in die periode. Lisbeth Perotti, initiatiefnemer van het Piano Festival Paramaribo 2020. Zij sprak vandaag in de Apinti Studio over de verschillende activiteiten die in verband met het festival worden georganiseerd.